Hi, ik ben Gert-Jan en leuk dat je even komt kijken om te laten zien hoe jij misschien de nieuwste grote vlogger van Nederland kan zijn. Ik neem mee wat verschillende momentjes, wat verschillende cameraposities en belangrijke tips die jij mee kan nemen, zodat jij misschien wel het nieuwste talent gaat worden. Kom je kijken? Beetje afwisseling. Dit is nooit verkeerd natuurlijk. En zo zie je dat je met een paar kleine shots, een paar eenvoudige shots, toch een beleving kan creëren. Alsof ik in die auto stap en wegrij. En dat is belangrijk. Dus dat betekent veel korte filmpjes maken, kleine fragmentjes, ze knippen en achter elkaar plakken met een programmaatje als Splice, iMovie. Zorg dat je aan het einde van je filmpje nog een beetje ruimte overlaat of een stilte laat vallen. Zodat je hem goed kan knippen en het filmpje precies goed kan maken. Om er natuurlijk weer één mooie grote film van te maken. Ja, als je iets wilt starten, zeg maar, moet je wel iets van jezelf erin brengen. Voor mij is het vaak muziek en vanuit de auto jou een beetje bijpraten met wat er allemaal in mijn leven gebeurt. Zorg dat je iets vindt wat bij je past. Woe! Iets waar je gek van bent, iets wat automatisch gaat, iets waar je niet over hoeft na te denken. Dus als je dat serieus wilt vertellen, ga je langzamer praten. Je gaat rust in je stem aanbrengen. Ja, wat ook natuurlijk belangrijk is, dat je duidelijk articuleert. En dat je duidelijk kan praten, ondanks dat er natuurlijk soms eens wat achtergrondgeluid is. Misschien een raam die open staat, een radio die aanstaat. Maar dat ze je toch nog kunnen volgen, heel belangrijk. Je moet natuurlijk wel wat te melden hebben. Het moet een duidelijk, logisch verhaal gaan worden. Waarin de kijker jou volgt en dingen die je noemt, waarin je ze meeneemt. Moet je ook het vervolg en hoe het erop gaat. Dus bedenk jezelf heel goed wie je wel of niet in je vlogs gaat betrekken. Vraag het ook aan de mensen, niet iedereen is ervan gewenst. En als je het dan toch doet, ga er dan ook helemaal voor. Heb dan ook je camera, dan niet half filmen, maar laat dan ook zien waarvoor je staat. Ik bedoel, we zijn een vrij land en je mag filmen, dat zie je vaak zelfs bij wegmisbruikers. Dus maak er dan ook gebruik van. Kijk, je moet natuurlijk de juiste afwisselingen hebben. Verschillende scenario's. En dan moet je soms wel een beetje voordenken, soms een beetje nadenken van wanneer neem ik iets op, wat wil ik in beeld brengen, wat zijn belangrijke momenten. Je moet de kijker eigenlijk gewoon meenemen. Meenemen in jouw verhaal, maar daarom moet je het wel laten zien. Je bent gewoon je eigen regisseur over je eigen film. Denk erover na dus. Al ben je aan het hardlopen, probeer alsnog je camera zo stil mogelijk te houden. Super irritant als het beeld blijft bewegen als je aan het kijken bent, of niet? En gewoon eerlijk zijn. Gewoon eerlijk zijn, zo moeilijk is het niet. Als het goed gaat, gaat het goed. Als het minder goed gaat, moet je dat ook ver genoeg zijn. Zorg dat je op gemak voelt, dat je relaxed bent, dat je lekker jezelf kan zijn. En bedenk goed wat voor titel je filmpje gaat geven. Want juist daarmee, met de juiste zoekterm, kan je in één keer gevonden worden. En als één van je filmpjes gevonden wordt, misschien wel doordat jij deze gaat kijken, ga je straks ook naar de andere filmpjes kijken. En dat is de truc. De zon is ook iets om rekening te houden. Natuurlijk als het donker is, is het moeilijk. Maar ook met licht moet je rekening houden. Want je ziet al, de kleuren komen zo stukken beter. Ik hoop dat je wat aan deze basistips hebt. Het is natuurlijk nog maar het begin. Uiteindelijk moet jij het verschil gaan maken. Je moet een leuke passie hebben. Als je iets doet wat je leuk vindt, dan straal je dat uit. Het maakt niet uit waarover het gaat. Als jij het maar leuk vindt. En besef jezelf heel erg goed. Als je begint met vloggen, dan betekent dat veel filmen, heel veel data gebruiken, heel veel knippen en plakken. En je moet ook doorgaan. En als je er eenmaal aan begint, het is niet half-half. Of je moet het doen, of je moet het niet doen. En dan moet je nog die volgers gaan krijgen. Like op Facebook. Probeer die vrienden te krijgen. Dat ze abonnee gaan worden op jou. Hier, je hoort nu ook een verspreking van mij. Hè? Ik kan alles wel 4.000-5.000 keer willen opnemen. Maar juist het naturel, dat het een keer misgaat, dat moet je er ook in houden. Niet alles perfect willen doen. Dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, niemand doet het in één keer goed, toch? Maak het jouw verhaal. Dit is jouw kans. It's your world. The world is yours.